Goedemorgen. Overal in Europa staan de aandelenbeurzen flink in de plus. Beleggers zijn opgelucht over de ingreep van de Amerikaanse overheid bij de twee grootste hypotheekbanken van de Verenigde Staten, Fannie Mae en Freddie Mac. De AEX in Amsterdam staat nu op een winst van bijna 4%. De goede stemming komt door het nieuws uit Amerika. De banken Freddie Mac en Fannie Mae, goed voor de helft van alle Amerikaanse hypotheken, komen in staatshanden. Een unieke en eenmalige ingreep, zegt de Amerikaanse minister van Financiën. Let me make clear that these two institutions are unique. They operate solely in the mortgage market and are therefore more exposed than other financial institutions to the housing correction. Freddie Mac en Fannie Mae kwamen in de problemen door de kredietcrisis en de scherpe daling van de huizenprijzen. De regering hoopt met de overname de rust in de financiële wereld te herstellen. It is going to cost taxpayers, it looks like somewhere between 25 and 50 billion dollars, which is a lot of money, but it's certainly not as much as it would have been if these institutions were allowed to fail. Later vandaag zal duidelijk worden hoe de Amerikaanse beurzen reageren op de ingreep. Ons excuus voor het uitvallen van de ondertiteling. Bij de kazerne in Oorschot van de gisteren in Afghanistan omgekomen Jos ten Brinke hangen de vlaggen halfstok. Ten Brinke kwam om het leven toen de panzerwagen waarin hij zat op een bermbom reed in de Baluchi-vallei. Ten Brinke maakte deel uit van het 41ste Panzergeniebataljon uit Oorschot. 5 militairen raakten door de explosie gewond. Een van de slachtoffers is er slecht aan toe. Hij wordt zo snel mogelijk naar Nederland overgebracht. De aanslag gebeurde gistermiddag op 19 kilometer van Kamp Holland. Minister Van Middelkoop heeft geschokt gereageerd op de dood van de militair. Van Middelkoop was vorige week nog in Afghanistan. Elke keer schrik ik enorm. Het bijzondere is nu wel dat dit gebeurt na een periode van betrekkelijke rust. Al maandenlang is er opbouwwerk verricht, is de veiligheid van het gebied verbeterd, is ook het gebied zelf vergroot waar die betrekkelijke veiligheid kon worden gegarandeerd. Op internet hebben duizenden mensen hun medeleven betuigd met de nabestaanden van Jos ten Brinke. Ten Brinke is de 17e Nederlander die omgekomen is sinds het begin van de Nederlandse missie in Uruzgan. Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs denkt niet dat ouders gaan stoppen met werken als opa's en oma's minder geld krijgen voor de opvang. Volgens het platform Kwaliteit Gastouderopvang zal dit wel gebeuren. Uit een onderzoek van het platform Kwaliteit Gastouderopvang blijkt dat ouders minder gaan werken als de vergoeding lager wordt. En in bijna 1 op de 5 gezinnen met een gastouder zou een van de ouders zelfs helemaal stoppen met werken. En bijna de helft van de gastouders zegt ze zullen stoppen met de opvang van kinderen. Staatssecretaris Dijksma kan zich niet in de uitkomsten van het onderzoek vinden. We zien dat een heel groot deel van de groei in de gastouderopvang eigenlijk is omdat familieleden, opa's en oma's die vroeger gratis oppasten, daar nu geld voor krijgen. Ik kan me niet voorstellen wanneer opa en oma in plaats van 6 euro per uur 2,50 krijgen, dat ouders dan zouden stoppen met werken omdat de grootouders niet meer willen oppassen. Vanwege de sterk gestegen kosten voor kinderopvang wil staatssecretaris Dijksma de uurvergoeding aan ouders voor de opvang verlagen van 6 euro naar 2,50 euro. De drukte op de wegen moet met 5% worden verminderd. Werkgevers, vakbonden en overheid hebben hierover plannen gemaakt in de Taskforce Mobiliteitsmanagement. Het gaat om bedrijven en overheden in drukke stedelijke gebieden. Er wordt geïnvesteerd in fietspaden en in openbaar vervoer. Ook geven werkgevers de mogelijkheid om buiten de spits van en naar het werk te gaan. Het is, zoals we dat zo mooi zeggen, vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Een heleboel grote ondernemingen, en dan moet u denken aan de Rabobank, aan TNT Post, aan KPN, aan Siemens, aan de KLM, aan Schiphol. Noem maar op, vrijwel alle grote ondernemingen zetten hun handtekening voor een verandering van beleid. En dat vind ik zelf de grootste winst. De plannen voor de filebestrijding worden vanmiddag gepresenteerd aan minister Eurlings van Verkeer. Op Cuba zijn 1 miljoen mensen geëvacueerd voor de orkaan Ike. Die trekt over het eiland met windsnelheden tot 195 kilometer per uur. De orkaan is in het noordoosten van het eiland aan land gekomen. Naar verwachting trekt hij later naar de Cubaanse hoofdstad Havana. Ike is een orkaan van de 3e categorie, de op 2 na zwaarste soort. Eerder trok hij over de Bahama's en de Dominicaanse Republiek met veel schade tot gevolg. Ook Haiti werd opnieuw getroffen. Vorige week kwamen al honderden mensen om door de orkaan Hanna. Gisteren kostte Ike aan nog eens 60 mensen het leven. Hulpverleners kunnen het werk nauwelijks aan.
Florida bereidt zich voor op de orkaan. In het zuiden zijn duizenden toeristen geëvacueerd. De Amerikaanse president Bush heeft een noodtoestand uitgeroepen, zodat er makkelijker noodhulp vrijgemaakt kan worden. Ike komt naar verwachting morgen in de VS aan. Vorig jaar lukte het niet, maar Britney Spears heeft haar comeback gemaakt bij de MTV Awards. Ze won 3 onderscheidingen voor haar videoclip Piece of Me. Britney Spears. Britney Spears. Britney Spears! Speechless. Oh my goodness, thank you. This is an honor. De veelgeplaagde zangeres kreeg de onderscheiding in Los Angeles tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Het was de 25e keer dat die werd uitgereikt. Komen wij het weer. De bewolking overheerst en er vallen een paar buien. In het noorden met een kleine kans op onweer. Later op de dag wordt het droog en breekt de zon wat vaker door. De temperatuur loopt op tot ongeveer 18 graden. Vanavond is het overal droog en dan klaart het flink op. De temperatuur daalt naar 14 graden. Dat was het. Het volgende NOS Journaal is er om 12 uur. Ik wens u verder een mooie dag.